Snurken, ook jouw grote frustratie? Nachten wakker liggen van je partner of van jezelf? Vervolgens de andere ochtend doodmoe wakker worden, sneller geïrriteerd raken en gewoon niet meer lekker in je vel. Nou, als dit voor jou herkenbaar is, krijg je vandaag een hele simpele oplossing in deze Facebook Live uitzending. En die oplossing is in de meeste gevallen simpeler dan je denkt. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal bij deze live uitzending waarin je gaat ontdekken wat je kunt doen tegen je eigen gesnurk of het gesnurk van je partner. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Ben je voor de eerste keer hier vandaag, laat het even weten via de chat. Heel erg welkom, maar ook de mensen die iedere week trouw zitten te wachten om 9 uur. Welkom bij deze live uitzending. Hoi Ria, goedemorgen. Ria zit gelijk alweer klaar om een prachtig blogbericht ervan te maken. Fijn dat je erbij bent. Vera is erbij. Ja, er komen gelijk al meer mensen binnen druppelen. Hartstikke fijn. Leuk dat je er bent. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, ortomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Nou, deze live uitzendingen, ik hoop althans dat ze daaraan bijdragen. Daarnaast doe ik 1-op-1 coaching en we hebben ook een team van coaches in Nederland die ook allemaal mensen coachen naar optimale gezondheid. Nou, wat ga ik behandelen vandaag? Ik heb trouwens eerst een vraag aan jou als kijker. Hoi Erika, goedemorgen. Ben je iemand die regelmatig snurkt of heb je een partner die snurkt? En welke impact heeft dat op jou? En wat doe je eraan? Dus laat ze even weten via de chat wat het inderdaad voor impact heeft en wat je eraan doet. Goedemorgen Anita, Cora is erbij, Els, hartstikke leuk, welkom allemaal. Nou, wat ik ga behandelen is het volgende om te beginnen. Wat is snurken? Dan, welke type snurkers zijn er? En mensen denken, het zijn alleen mannen die op de rug liggen te slapen. Nou, echt niet waar, daar kom ik zo meteen op terug. Dan feiten en fabels over snurken. Wat is de oorzaak van snurken? Dan snurken versus slaapapneu. Is dat hetzelfde of is het iets anders? Wat kun je eraan doen? Het recept van zaterdag en het nieuwe thema van volgende week. Nou, dat ga ik allemaal behandelen. Nou, dan kom ik toch weer even terug op de vraag, wat is snurken? En dan vraag ik me ook af, is het ook jouw grote frustratie? En lig je ook nachten wakker van het snurken van jezelf of van je partner? Nou, ik heb het net allemaal al genoemd, maar wat betekent snurken voor jou? En laat ze even weten via de chat. Nou, en wat ik dan vandaag ga doen, ik ga je de oplossing aanreiken voor snurken. Niet de ultieme oplossing, maar toch dingen die invloed kunnen hebben. Maar wat is nou snurken eigenlijk? Snurken is eigenlijk wanneer jij lekker gaat slapen, je ligt in een ontspannen houding. Dan gaat daardoor je spieren verslappen. En dat zachtere gedeelte achter je keel gaat een beetje naar beneden zakken. Door de ontspanning, maar ook door de zwaartekracht. En daardoor krijg je een wat moeilijkere ademhaling en krijg je het geluid van snurken. Je kunt eigenlijk een beetje vergelijken met een ballon die je opblaast, die je leeg laat lopen. Dat krijg je dan, dat geluid. Dat gebeurt eigenlijk hier achter in je keel. En er zijn verschillende oorzaken voor die situatie. Die ga ik allemaal behandelen. En het komt heel veel voor. Het is eigenlijk niet abnormaal. Nederland kent ongeveer 6 miljoen snurkers. Dat is ongeveer de helft. Dus denk jij, jongens, het is een beetje een gênant thema. En vooral vrouwen willen er eigenlijk niet aan dat ze ook wel eens snurken, want dan schamen ze zich dood. Maar eigenlijk is het een hele normale situatie. En zo meteen ga ik alle oorzaken noemen van snurken. En misschien zit er dan iets bij dat je denkt, ja, is mij ook overkomen, gebeurt mij ook en zo ernstig is dat toch niet. Snurken kan wel uiteindelijk leiden tot slaapapneu, niet altijd, maar kan wel. En waar snurken over het algemeen een onschuldige aangelegenheid is slaapapneu kan uiteindelijk echt ziekmakend zijn. Daar kom ik aan het eind van deze uitzending op terug. Hey, goedemorgen, Alice is er ook bij. Vera, ja hoor, een snurker in huis, op de rug of niet? En ik soms ook hoor, zorg dat ik eerst in bed lig. Als ik slaap, hoor ik het niet meer. Geweldig. Katrien is erbij, welkom. Ans, Katrine. Oh, die heb ik allemaal al genoemd. Ja, oké, leuk. Simone zegt, het bleek dat ik snurk en het blijkt dat ik slaapapneu heb. Door apparaat nu verholpen, maar wil er wel van af. Ja, Simone.
Inderdaad, weet je, er zijn natuurlijk hulpmiddelen, maar eigenlijk wil je gewoon de oorzaak kwijt zijn. Ik bedoel, hulpmiddelen kunnen tijdelijk helpen, maar je leven lang met zo'n slaapapneuapparaat is gewoon echt niet prettig. Maar het kan soms wel even nodig zijn. Maar daar kom ik ook zo meteen eventjes op terug. Maar het is dus niet abnormaal. Nou, welke type snurkers zijn er allemaal? Nou, je hebt een monddichtsnurker, want heel veel mensen denken dat je alleen met je mond open kan snurken en zo. Weet je dat? Maar sommige mensen snurken juist met de mond dicht. Is ze mogelijk nog erger? En probeer eens bij jezelf wat voor snurker jij bent. Dus monddicht snurker. Mond wagenwijd open snurker. Je hebt tongsnurkers. Je hebt rugsnurkers. Nou, daar komt dus het meeste voor. Je hebt neussnurkers. Mensen die door de neus snurken. En je hebt snurkers die in alle posities snurken. Nou, dat zijn die mannen of vrouwen. Die kan je een por geven. Gaan ze op je zij liggen. Doe je mond eens dicht. Doe je mond eens open. Noem maar op. Nou, die blijven snurken. Hoe dan ook. Ten koste van alles. Nou, dat zijn echt die snurkers die in elke positie snurken. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet blij van wordt. Je kunt porren wat je wil, maar die blijven gewoon snurken. Dus dat. Nou, kom ik ook zo meteen nog op terug. Nou, dan ga ik nu kijken met jou samen naar feiten en fabels over snurken. De eerste fabel is: vrouwen snurken niet. Nou, vrouwen kunnen net zo goed snurken. Toevallig komt het bij mannen wel meer voor, maar vrouwen kunnen net zo goed snurken. En Gonnie zegt: je doet het leven echt net in. Nu geniet ik van het gesnurken. Ja, het was net echt, hè? Ja. Oké, Engeline zegt: goedemorgen Nettie, vannacht was het weer raak. Snurken en hevige apneu. Ja, dat kan echt. Ja, vooral die apneus kunnen heel vervelend zijn. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar dat kan echt heel lastig zijn. Nou, mannen snurken vaker dan vrouwen en dat is een feit. En het punt is, als mannen overgewicht krijgen, die krijgen heel vaak overgewicht hier rond dit gebied. En als je hier meer overgewicht krijgt, heb je ook meer kans om te snurken. Want dit is gewoon eigenlijk het keelgebied. En weet je, overgewicht begint vaak met ontstekingen. En die ontstekingen die ontstaan eigenlijk een beetje op het perifere gebied. Maar uiteindelijk kan het opstijgen naar dit gebied. En als je hier echt overgewicht krijgt, ja, dan heb je gewoon meer kans op snurken. Terwijl ook slanke mensen kunnen snurken. Dat is ook een van de feiten en fabels. Daar kom ik ook zo meteen op terug. Nou, dan nog een fabel is: je snurkt alleen met je mond open. Nou, ik heb het net laten zien. Je hebt ook namelijk mensen die met hun mond dicht kunnen snurken. Dan een fabel is: slanke mensen snurken niet. Dat is echt een fabel. Maar het is wel zo dat mensen met overgewicht meer kans hebben om een snurker te worden. Dus waar het aan de ene kant een fabel is, is aan de andere kant zo: overgewicht geeft meer kans op snurken. Nou, dan je snurkt meer als je op je rug ligt. Nou, dat is gewoon echt een feit. Dan een feit is dat je van alcohol gaat snurken, maar ook van slaapmedicatie. Nou, wat dat mee te maken heeft, is dat wanneer je alcohol gebruikt of je gebruikt slaapmedicatie, raak je nog meer ontspannen. Ook meer ontspannen in dit gebied hier. Dus alles wat er wat zachter is op dat gebied gaat gewoon instorten en zakt naar beneden. Ook door de zwaartekracht, ik heb het net verteld. En daardoor heb je gewoon meer kans op snurken als je echt in ontspannen toestand bent. Nou, dan van roken ga je snurken is ook een feit. Dus ben je nou een heftige snurker of je hebt slaapapneu, stop alsjeblieft met roken. Ik heb niks mee te maken, maar het kan je wel helpen. Want roken, die chemische stoffen die erin zitten, kunnen dit gebied irriteren. En daardoor gaan de weefsels opsnellen. Dan heb je gewoon meer kans op snurken. Dus niet alleen het instorten van de weefsels, maar ook het opzwellen van de weefsels kan dus een rol spelen. Nou, dan nog een feit. Oudere mensen snurken meer. En het is gewoon een feit, naarmate je ouder wordt, gaat alles een beetje slapper worden, meer hangen. Alles gaat hangen, behalve je tandvlees, dat kruipt omhoog. Maar voor de rest gaat alles meer hangen. Dus ook die zachtere weefsels hier in je keelgebied gaan ook meer hangen. Die storten als het ware in en die kunnen daardoor een ongelooflijk zwaar snurkgeluid veroorzaken, alsof er een bos omgaat. Nou, dat zijn allemaal oorzaken van snurken. Ik zeg het niet goed, dat zijn feiten en fabels van snurken. Even kijken wat er nog gereageerd is. Yvonne Beekema: slaapapneuze, sluipmoordenaar. Ook wanneer je een gezond gewicht hebt, kan het nodig zijn of nodig blijven. Ja, oké, Yvonne, dankjewel. Yvonne Timmerman is erbij.
Erika zegt, weet het niet, waarschijnlijk wel, maar voel me altijd uitgerust als ik wakker word. Dat is een hele belangrijke, Erika. Die ga ik zo meteen nog even, kom ik daarop terug. Dat is een hele belangrijke. Ja, nou, wat zijn de oorzaken van snurken? Een van de oorzaken is sowieso ouder worden. En je kunt natuurlijk oefeningen doen met je keel om dat allemaal een beetje steviger te houden. Maar de mate je ouder wordt, of je nou wilt of niet, maar de boel gaat een beetje instorten. Je huid stort in, je keelgebied stort in, je buik gaat hangen. Ja, lieve mensen, ik herken het ook allemaal. En je kunt natuurlijk door een gezonde leefstijl kun je dingen uitstellen. Maar helemaal voorkomen is in mijn optiek echt een beetje een utopie. Nou, dan de menopauze kan inderdaad ook snurken veroorzaken. Maar ook sinusproblemen, problemen hier in die holtes. Als die namelijk makkelijk ontstoken zijn, gaat heel de boel hier opzwellen. Krijg je ook meer kans op snurken. De slaappositie, hè, ik zei het al, op je rug heb je meer kans op snurken dan wanneer je op je zij ligt. Op je buik liggen is helemaal geen goed idee. In de COVID-periode gingen ze al die mensen met long-COVID op de buik leggen. Nou, hoe benauwd moet dat zijn als je op je buik ligt? Alles wordt hier afgekneld en afgeklemd. En ik zal niet zeggen dat het toen fout gegaan is, maar ik vond het wel een heel benauwd idee. En als je makkelijk snurkt, gaat het niet op je buik liggen, ook niet op je rug, maar op je zij. En je kunt dan eventueel een rugkussen gebruiken, waardoor je niet meer van je zij op je rug rolt, waardoor je een stabiele zijligging krijgt. Dan heb je gewoon minder kans op snurken. Nou, dan mensen met astma. En astma heeft heel vaak te maken met een vochttekort. Als je namelijk een vochttekort hebt, dan gaan je longen gaan samenknijpen om geen vocht te verliezen via de longblaasjes. Daardoor krijg je meer kans op astma en meer benauwdheid. En daardoor ga je ook meer kans krijgen op snurken. Dus astma heeft er ook mee te maken. Dan alcohol, ik heb het net genoemd. Door alcohol ga je meer ontspannen en meer verslappen. En ook hier meer verslapping en meer kans op snurken. Rook heb ik net genoemd en medicatie. En vooral slaapmedicatie kan inderdaad effect hebben. Daardoor wordt ook de boel hier slapper en ontspannender. Maar geeft dus wel meer kans op snurken. Maar ook andere medicijnen kunnen soms inderdaad irritaties geven hier in dit gebied. Waardoor je dus inderdaad nog meer gaat snurken. En dan de allerbelangrijkste oorzaak, zowel van snurken als van slaapapneu, is overgewicht. Het is niet de enige oorzaak, want ook mensen die slank zijn kunnen wel snurken en slaapapneu krijgen. Maar wel heel vaak gaat het samen. Slaapapneu, snurken en overgewicht zijn eigenlijk drie dingen die vaak bij elkaar gezien worden. Nogmaals, niet de enige reden, maar wel wordt heel vaak met elkaar in verband gebracht. Leni zegt, ik snurk sinds ik ouder word. Ik ben 75 jaar. Ja, dat is niet ongewoon, Leni. Even kijken hoor. Ja, ik kan deze vraag even niet helemaal zien. Nee, sorry. Nou, ik kom er na de uitzending even op terug. Ria zit ook altijd klaar om antwoorden te geven. Maar er zijn een paar vragen die ik niet helemaal goed kan zien. Oh, ik denk dat er een... hoe noem je dat? Nou, ik kan het even niet zeggen. Komt goed. Oké, dan gaan we nu eventjes kijken naar snurken versus slaapapneu. Want heel vaak denken mensen, als je een grote snurker bent, heb je meer kans op slaapapneu. En als je slaapapneu hebt, ben je gewoon überhaupt een snurker. Nou, dat gaat niet altijd op, want mensen die niet snurken kunnen wel slaapapneu krijgen. Een spammer, die bedoelde ik anders, dankjewel. Ja, een spammer. Dus je kunt slaapapneu krijgen zonder dat je een snurker bent. Maar je kunt ook snurken zonder dat je slaapapneu hebt. Dus die dingen gaan niet altijd samen. Het gaat wel vaak samen, maar niet altijd. Het is geen wet van mede en persen. Snurk heb ik net genoemd. Wat is het? Wat zijn de oorzaken? Wat kun je eraan doen? Nee, dat komt zo meteen nog. Maar hoe herken je nu slaapapneu? Als je heel luidruchtig snurkt en echt heel vaak snurkt, eigenlijk doorlopend, nou, dan heb je heel vaak kans op slaapapneu. Want langdurig, luidruchtig snurken is dus vaak een teken van slaapapneu. Maar dan ook wakker schrikken met het gevoel dat je stikt. Echt
Zo, en het gevoel dat je stikt, dat kan ook een teken zijn van slaapapneu, maar ook concentratieproblemen. Want als je slaapapneu hebt, dan heb je slaapstops, dan heb je, nee, ademstops. En de snurk is gewoon zwaar ademhalen, door je keel, noem maar op. Maar apneu zijn echt ademstops. En die kun je hebben een aantal keren per nacht, maar ook veel vaker per nacht. En sommige mensen hebben een aantal keren per minuut. En als het te vaak gaat voorkomen, dan is het echt belangrijk om daar even naar te laten kijken door de huisarts. Want apneus kunnen echt levensgevaarlijk zijn. En ik zag net al een reactie langskomen. Dat is een sluipmoordenaar, want je bent niet uitgerust wakker. En als je echt elke ochtend doodmoe wakker wordt, dan kan al een teken zijn van slaapapneu, vermoeidheid bij wakker worden. Maar daardoor ook concentratieproblemen. Dat kan ook een teken zijn van slaapapneu. Dan overdag slaperig en in slaap vallen zodra je gaat zitten van vermoeidheid. Dat is ook een teken van slaapapneu. Wat ook een belangrijk is, is een droge mond bij het wakker worden. Als je bij het wakker worden een droge mond hebt, echt zo'n papieren mond. Nou, dat kan ook een teken zijn van slaapapneu. Dan uiteindelijk, bij mannen kunnen er potentiestoornissen ontstaan en bij vrouwen onregelmatige menstruatie. Dus die gevolgen van slaapapneu, die kunnen heel ver gaan. Maar wat Yvonne, dacht ik, heel terecht zei, uiteindelijk kan het dus een slaapmoordenaar zijn. Een sluipmoordenaar. Ook slaapmoordenaar. Maar daardoor ook sluipmoordenaar. Als je dus deze punten herkent, ga dan alsjeblieft aan de slag. Je kunt inderdaad naar de arts gaan om een slaapapneuapparaat te krijgen. Maar daarmee neem je niet de echte oorzaak weg. De echte oorzaak kun je wegnemen door gewoon, heel eenvoudig, ik denk te simpel van woorden, gezonder te gaan leven. Zorg er vooral voor dat je overgewicht de baas wordt. Terwijl ik aan het begin al gezegd heb, het overgewicht is niet de enige reden van snurken en slaapapneu, maar wel de meest voorkomende. En ik heb met de Edla-methode al meerdere mensen van hun slaapapneuapparaat af kunnen helpen. Al jaren geleden had ik op een gegeven moment zomaar 3 mensen met slaapapneu die met de Edla-methode begonnen, die er allemaal van afgekomen zijn. En het gaat dan toch om die vervetting hier rond dit keelgebied. En als je die kunt oplossen door een gezonde leefstijl en door af te vallen, en ik wil je daar dolgraag bij helpen, dan kun je van je slaapapneuapparaat afkomen. En als je nou slank bent en je hebt toch apneu of snurken, ja, dan moet je gewoon echt andere maatregelen nemen. En daar kom ik zo meteen ook op terug. Nou, hier komt hij al. Wat kun je eraan doen? Wat kun je doen aan snurken? Er zijn anti-snurkbeugels. Die kun je via de huisarts aanvragen. Maar ook daarmee los je het echte probleem niet op. Het is gewoon belangrijk om inderdaad het echte probleem op te lossen. Ik zie net een reactie binnenkomen van Yvonne. Wakker worden met hoofdpijn is ook een signaal van apneu. Dat klopt inderdaad, Yvonne. Ja, er zijn eigenlijk nog meer signalen, maar heel goed dat je het eventjes aanvult. In ieder geval een antisnurkbeugel. Dan wat ik al genoemd heb, van je rug op je zij gaan slapen. En dan een slaapkussen nemen om niet terug op je rug te rollen. Dan vitamine C kun je ook gebruiken in het geval dat je een verkoudheid hebt. Als je verkoudheid hebt en alles zit hier vol met slot en het wordt hier allemaal dikker en het zet op, dan heb je ook meer kans om te gaan snurken. Dus zorg voor voldoende vitamine C om jouw immuunsysteem te boosten en waardoor je de verkoudheid sneller kunt oplossen. Nou, vermijd alcohol en roken. Ik heb het al genoemd. Alcohol en roken kunnen allebei het snurken enorm verergeren. Dan wat je ook kunt doen is een luchtbevochtiger nemen. Want door droge lucht wordt de ademhaling ook bemoeilijkt. En de luchtbevochtiger kan daar enorm helpend bij zijn. Nou, wat ook kan helpen is om 's avonds laat geen melkproducten meer te gebruiken. Want melkproducten zijn slijmvormend. Die zorgen voor slijm hier in dit gebied, waardoor je ook meer gaat snurken. Door de slijm zet het ook op natuurlijk. Dus sowieso geen melkproducten meer nemen 's avonds. En dan is een stukje kaas 's avonds is soms nog minder erg dan echt een beker melk. Als je melk wilt drinken 's avonds omdat je het lekker vindt of omdat het je helpt met slapen, pak dan een beker plantaardige melk. En kijk gewoon sowieso uit met de melkproducten. De een heeft er meer last van als de ander. Wat ook al belangrijk is, is om 's avonds geen grote maaltijden te nemen. Als je namelijk een grote maaltijd neemt, dan kan de volle maag tegen het middenrif drukken. En daardoor wordt de ademhaling ook bemoeilijkt. Dan heb je ook meer kans op snurken. Dus eigenlijk 's avonds sowieso niet meer te veel eten. Een blokje kaas op zich prima. Maar kijk uit dat je 's avonds niet te veel eet.
En nogmaals, ik heb het al gezegd, het meest voorkomende probleem is ga afvallen. En als je dat dan moeilijk vindt, je hebt al zoveel pogingen gedaan en elke poging dreigt te mislukken. Laat me dan alsjeblieft helpen. Stuur een mailtje naar netty.bom@deetlijn.nl. En ik kan je helpen om van je snurken af te komen. Ik kan je helpen om van je slaapapneu af te komen. En nogmaals, garantie niet verzekerd, maar wel een hele grote kans. Ik heb al meerdere mensen van snurken en van slaapapneu afgeholpen. Gewoon door inderdaad met de eetlijnmethode aan de slag te gaan. De eetlijnmethode tackelt heel veel oorzaken van snurken en slaapapneu. Het tackelt alcohol. Roken wordt zeer afgeraden. Meer bewegen, waardoor minder ontstekingen en minder vervetting. Een gezonder gewicht bereiken. Allemaal positieve, positieve effecten van de eetlijnmethode. Waardoor je af kunt komen van het eeuwige gesnurk. Behalve als die door andere oorzaken ontstaat dan door overgewicht. Maar nogmaals, de meeste oorzaak, de meest voorkomende oorzaak is overgewicht. Nou, dit was het over het snurken, de oorzaken, de gevolgen en wat je dan kunt doen. En nogmaals, mail naar netty.bom@deetlijn.nl. En ik zoek een coach bij jou in de buurt die jou kan helpen van je slaapapneu en van je snurken af te komen. In de meeste gevallen. Dan het recept van morgen is dit ongelooflijke, lekkere, hartige taartje. Anti-snurk taartje. Hartstikke lekker en daar krijg je morgen het recept van. Morgen om 8 uur op deze pagina. Ik zal nu even de belangrijkste ingrediënten noemen. Ik noem niet ui en knoflook olijfolie, die heeft iedereen in huis. Ik noem echte dingen die je speciaal zou moeten aanschaffen. 100 gram bloemkool en 100 gram broccoli tot rijst gemalen. Mag ook één van de twee zijn, maar hoe meer combinaties, hoe beter het is. Bouillonblokje, zout en peper. Rozemarijn en Italiaanse kruiden, allebei gedroogd. Zongedroogde tomaatjes, let op olijfolie. Want pak je zongedroogde tomaat op zonnebloemolie, dat bevordert ontstekingen. En die ontstekingen gaan ook hier zitten, wat snurken weer bevordert. Dus altijd op olijfolie, die zijn moeilijk te krijgen. Maar in de webshop van de Eetlijn heb je zongedroogde tomaatjes op olijfolie, de goede variant. Dan 300 gram biologische tofu, een rode paprika, eitjes, nou die heeft iedereen in huis, amandelen, psylliumvezels heb je nodig en eventueel een lekkere groene salade erbij. Dat zijn de ingrediënten van deze onvoorstelbaar lekkere, hartige anti-snurktaart. En één ding mensen, het is nou echt niet zo als je een keertje die taart eet dat je dan de oplossing hebt. Of als je een van de tips gaat toepassen die ik genoemd heb. Hè, vitamine C op je zij slapen is niet echt de oplossing. De echte oplossing zit gewoon in ontstekingen verminderen. En vervetting hier in het keelgebied verminderen. Dus inderdaad afvallen, dan kun je eigenlijk al de meeste oorzaken tackelen. Niet alles, maar wel de meeste. Goed, nou dan het thema van volgende week is triglyceride. Dat heeft er alles te maken met, ja, we zeiden links met cholesterol. Triglyceriden zijn de in vet oplosbare deeltjes in je bloed. En daar ga ik het volgende week met jou over hebben. Goed, lieve mensen, eens kijken of er nog vragen zijn. Ja, Yvonne zegt slaaponderzoek laten doen, dan kun je gericht iets gaan doen. Ja, de reden dat afvallen niet lukt is vaak apneu. Weet je, het is eigenlijk een beetje het kip over het ei verhaal. Als je slecht slaapt, krijg je overgewicht en meer kans op apneu. Dus dan kan je zeggen, oké, ga iets aan het slapen doen. Aan de andere kant is het zo, als je afvalt, dan gaat het apneu verdwijnen en slaap je beter. Dus waar is het ontstaan? Het is echt het kip over het ei verhaal. En je kunt natuurlijk naar de arts toe gaan. Zeker bij apneu zou ik gewoon ook naar de arts toe gaan. Maar je kunt ook zeggen, joh, ik ga eerst eventjes gezonder leven, afvallen met hulp van Tante Nettie. Als het niet overgaat, dan kun je alsnog naar de huisarts toe gaan. Maar dat heeft dus echt te maken met het kip of het ei. Nou, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken, het liken en het delen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan ben ik weer. Onwijs fijn weekend en tot dan. Doeg! Doei doei!